Ja, u wist het vast wel. Als je veilig wil pinnen, maak dan in elk geval nooit gebruik van zogenaamd behulpzame mensen in de buurt van de geldautomaat. Maar dat is niet altijd even makkelijk, want wat doe je als die mensen zich plotseling of ongevraagd opdringen? Kijk naar wat de volgende vrouw overkwam. Binnen 7 minuten was ze honderden euro's armer. Bussum, zaterdag 14 maart, even voor vieren. Een vrouw loopt de Rabobank aan de S-laan binnen met in haar kielzog een man met hoed. Ze pint, pakt haar geld en wacht dan op haar bankpas. Maar die komt niet. De man met de hoed loopt naar de vrouw en spreekt haar in gebrekkig Engels aan. Hij vertelt dat hij zojuist hetzelfde heeft meegemaakt en dat hij naar de bank heeft gebeld voor instructies. Wat er precies gebeurd is onduidelijk, maar bij de automaat drukt de man op de correctieknop en toetst, zegt hij, zijn pincode in. Er komt een pas uit de automaat die een andere kleur heeft dan de pas van de vrouw. Terwijl de man die pas pakt, zegt hij tegen haar dat zij hetzelfde moet doen. Op correctie drukken en dan haar pincode ingeven. De vrouw vraagt hem op afstand te gaan staan, maar realiseert zich dat hij in de buurt blijft. Ze doet wel wat haar verteld is, maar geen pas. De man raadt haar aan alle handelingen nog eens te herhalen en vertrekt even later. Het gaat om een lange man tegen de 2 meter met opvallend dunne benen, donkere ogen en donker haar. De vrouw besluit als ze haar pasje nog niet heeft meteen de bank te bellen. En dat was helaas al te laat. Want om 4:05, 7 minuten nadat ze de bank binnenliep, zijn er al honderden euro's gepind bij de naburige ING-bank. Gelukkig is de dader duidelijk in beeld. Heeft u informatie over hem, bel dan met een van de tiplijnen.